dat zijn die huizen die heel goedkoop zijn, waar je in kan wonen. Dat ze zijn druk bezig. Ja. Lieve vrienden, een hele goede middag wens ik jullie allemaal toe namens Corina en de Beestenboel. Ja, want daar zijn jullie weer op aanbeland. Je weet nooit niet waar het schip strandt. Nee. Maar ik weet wel wat ik moet gaan doen. Dat is zo mijn meisjes uit gaan laten. En 2:10 moet ik bij de huisarts zijn. Dus ja. Wat die mij gaat vertellen en zeggen en wat ik hem ga vragen, ja, dat is natuurlijk privé. Daar neem ik jullie niet in mee. Maar ik laat wel even zien waar die ongeveer plus minus een beetje gevestigd is. Maar in ieder geval, wat de dag ons verder gaat brengen, dat weet ik ook niet. Nee, dat weet ik totaal niet. Maar vergeet het, doe ik jullie ook niet, want ik neem jullie hier en daar een beetje erin mee. Ja, we zullen het beleven, want het leven dat duurt ook maar even. Ja, er is ook nog een liedje van, dat is nog oud. Ja, maar ik ga nou eerst lekker mijn meisjes doen. Dus ik zou zeggen, geniet en heb veel plezier in deze dag, want het is prachtig mooi weer en wat willen we nou nog meer? Ja, dit is wat ik wil. In ieder geval ik. Wat jullie willen, weet ik niet. Ja, het kan best wezen dat jullie sneeuw willen hebben. Of weet ik veel wat. Maar ik niet hoor. Nee. Maar ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie doen. Heb gewoon plezier en geniet. Lieve vrienden, we staan hier voor dokterspraktijk. En honden, dierenpraktijk en een tandartspraktijk. Ja, en ik kom net buiten, ik ben er al geweest, maar ja. Hij denkt wel dat hij weet waar het door komt, maar hij kan er niks aan doen. Nee. Nou, dan ga je dan met ongedane zaken weer terug. Maar ja, ik ga nog niet terug, ik ga even een rondje doen. Ik wil even wat opzoeken waar ik met Karin al ben geweest. Maar nou moet ik het alleen nog zien te vinden. Ja, dat eventjes op onderzoek uit. En dan laat ik het jullie ook weer even zien. Nou, lieve vrienden, ik heb gevonden wat ik zocht. Er zijn er meerdere, maar dat moet je ook maar weer weten te vinden. Dat is een tiny huisje. Ik weet niet hoe je dat goed uit moet spreken, maar in ieder geval een. Dat zijn die huizen die heel goedkoop zijn, waar je in kan wonen. Ja, hartstikke leuk. Ja, ik zou best het wel verder willen filmen, ook binnen hoe het eruit ziet. Maar ja, dan moet je wel toestemming hebben, hè? Ja, de deur staat wel open, dus er is wel iemand aanwezig. En daar zijn ze ook met eentje bezig. En nog één. Het is allemaal veel kleiner dan een normale woning. En dan is het ook de vraag van ja, hè? Kunnen ze ervan van genieten? Ik niet, het zou mij te klein zijn. En ik zit nu al in een kleine woning, dus ja, laat staan dit. Dit zo smal, zo hoog en dan de breedte. Ja, ik weet niet. De slaapkamer is dus wel boven. Maar nee, het zou niks voor mij zijn in ieder geval. Nee. Dus ja, dat dus. Meer kan ik er niet van maken.
Ja. Het is wel grappig, uiteraard. En nou moet je het ook zien wanneer het af is, hè? Ja, dat helemaal af is. En toen waren we weer thuis. En die vliezenstruik, die geurt. Het is heerlijk, die geur. Ja, en het zit vol vlindertjes en bijen en weet ik veel wat nog meer. En Elwing weer lekker bij de kluif aan het ruiken en aan het doen. En Rijka ligt in de tuin. Rijka. Hé, meisje. Hé. Hi, kind. Watte. Hé, watte. Watte. Nou ja, en ik ben met koffie bezig. Ja, lekker. Daar heb ik wel weer zin in. Even een bakje koffie maken. Ja hoor, tuurlijk. Ja, koffie maken. Ken je dat? Ah, gaat goed. Au. Gaat helemaal goed komen, maar niet heus. Dat is mijn hand ervoor. I'm so sorry. Ik hoop dat het zo goed staat. Hoop ik. Ik moet er eerst koffie in doen. Even een kopje hier mee naartoe. Dan hoop ik dat jullie wat zien. En anders hebben jullie pech. Hup. Oh ja? Oh. Zie je ze vliegen? Kijk. Zo, en dat is een bakje koffie. Ja, echt waar. Dus ja, dat dus, ja. Nou, hoop ik dat jullie het konden zien. En ja, zoals ik al zei, anders hebben jullie pech. Waarom ze nou blaften, Joost mag het weten. Ik weet het niet. Het is ook wat beginnen te waaien. Hé, hey, tante Pollewappie. En bokkensprongen. Je bent geen bok hoor, je bent een hond. Hé, hey, Rijka, je bent een hond. En niet een bok. Je zal er via de poten de lucht in. Ja. Boefie. Is het boefie, 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 hè? Jo, lekker ding. Hé? Hopie. Hé? Ja. En die is daar lekker bezig. Nou, moet allemaal kunnen. Dus ja, lieve vriend, ik zou zeggen, geniet ook van het prachtig mooie weer. Gooi je deur open, gooi je raam open, want het waait tenminste. Hier tenminste is het gaan waaien. Lekker, dan kun je de boel opengooien. Ja, dus ik zou zeggen, geniet verder. Lieve vriend, ik ben even met de meisjes aan het lopen. Ik ben net op de gracht aangekomen. Alle bootjes liggen nu achter elkaar. Die eigenlijk ook een heleboel aan deze kant behoren. Maar ja, dat kan nog niet, hè? Nee. Want ze zijn die kant op bezig. En er komt een auto aan. Gejuist. Dat ze zijn druk bezig. Ja. Dat ze zijn al om de bocht met uitgraven. Zijn ze de bocht alweer voorbij. Ik nog niet hoe ver ze met dat hout enzovoort is. Dat weet ik nog niet. En aan de overkant dus zie je ook al zand erin leggen. Ja, tot zo. Ja, kijk, tot daar aan toe ligt er al zand. Tot waar die vlot legt met dat kraantje erop.
Er ligt allemaal al zand in de hele kant. Maar deze kant nog niet, want dan zie je nog water. Ja. Dus we gaan verder die kant op, lieve vrienden. En we zien waar het schip strandt. Want kijk eens naar de lucht ook. Is het bewolkt geworden? Het waait een stuk harder. Ik heb ook mijn jasje weer aan. Vanmiddag naar de dokter toe had ik mijn jasje op de booster niet eens niet aan. Was het heet. En het is nou toch aardig fris geworden. En deze twee meisjes die willen verder met lopen. Hé, joh. Dus dat gaan we doen. We zijn bij de bocht aanbeland. Dan kunnen jullie het zien. Hoe ze dat doen. Krijgen we even nog een boom ertussen door. En dan gaan we achter die boom, zie je nog witte paaltjes staan en dan gaan ze nog verder. Dus ja, dat wil ik jullie ook nog even laten zien hoe ver ze dus zijn gevorderd vandaag. Dus we zullen het beleven en die gaat moeilijk doen. Hier, onder de kont door. Want ze ziet wat. Maar oké, wij gaan dus dan maar weer verder.